Districtscommissaris August Bado van het bestuursresort Tapanahoni is de enige DC die nog niet is vervangen door de regering. Bado ervaart dit als een positief signaal en hij ziet het als een goede gelegenheid om zijn werk voort te zetten. Je komt daar als mens Surinamer begaand zijn met het lot van de medemens, vooral in het achterland. Je krijgt de gelegenheid dus om te werken aan een stukje verbetering van de sociale omstandigheden van de mensen. En dat hebben wij dus in de afgelopen 4 jaren proberen te doen met alles wat ons ten dienste staat, met de liefde. En ik denk dat dat misschien is bijgebleven bij de beleidsmaker om dus te vinden van dat deze DC dus mag aanblijven. Het gaat ook om een stukje genade van de Almachtige. Men praat over favor. Want wanneer alle OVDC's zijn vervangen en ik nog steeds in positie ben, dan is dat dus reserve wat ik krijg van de Almachtige genade. En ik zou wel van de gelegenheid willen gebruikmaken om het maximaal eruit te halen, zolang ik dus aanblijf om te werken. Onvermoeid verder aan de ontwikkeling van Suriname, maar nogmaals in het bijzonder aan dat van de mensen in het achterland, met name Tapanahoni. Desi Bado zegt dat het binnenland nog steeds kampt met diverse vraagstukken. Hij verwacht dat de regering deze problemen zeker zal aanpakken. Je moet weten dus dat het achterland van Suriname de afgelopen jaren een enorme achterstand heeft opgelopen. Het gaat om een heleboel gebieden. Het gaat om onderwijs, het gaat om dus sociale voorzieningen, allerlei toestanden. En het is dus gebeurd dus dat de regeringen nog niet in staat zijn geweest om het de level op te trekken naar wat iets meer lijkt op zoals in de kustvlakte. We zijn blij dat we dus nog de DC zijn en met de nieuwe regering hopen we dat wat er gepredikt wordt naar die samenleving en zeker voor wat betreft dus die aanpak in het achterland om te werken aan de fundamentele zaken die dus verbetering behoeven. Dat is dus August Bado, hij is districtscommissaris van het bestuursresort Tapanahoni. De burgervader hoopt dat hij zijn bijdrage zal mogen blijven leveren om de problemen in het achterland aan te pakken.